geef het woord aan Annemarie Benschop, die samen met Gare van Delft deze dag verzorgt. Waar nodig zullen wij proberen te assisteren. ja, Annemarie is meervoudig Nederlands kampioen geweest. En Gare is vooral bekend als auteur, trainer. Nog meer? Hartstikke leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik heb heel veel zin in om met jullie vandaag lekker aan de slag te gaan. Met Karel en met alle ouders en trainers die er ook nog straks ook bij zijn. En jullie hebben natuurlijk een heel mooi doel waar je heen gaat. Dat is gewoon een JK. Toch? Daar is dit weekend een voorbereiding voor, toch? En nou, dat is al hartstikke leuk, vind ik, dat jullie gewoon al bij elkaar zijn en dat je ja, gezellig met een hele groep bent. En dus, nou ja, deze dag die staat natuurlijk ja, in het kader van iets wat je niet zo heel erg vaak doet, denk ik, als je gaat trainen voor schaken. Namelijk dat we vooral het gaan hebben over ja, wat speelt zich nou eigenlijk allemaal in jou af? Wat denk je, wat voel je en ja, hoe heeft dat eigenlijk invloed op als je aan het schaken bent? Dat je je beter kunt focussen ook tijdens de partij, dat je niet zo ja, afgeleid bent. Mm-hmm. Heb jij dan een voorbeeld van waar je bijvoorbeeld afgeleid van kan raken? Ja, of als je voor je partij zo hebt verloren en dom of zo, dat je direct kunt focussen op het volgende. En ja, precies. Dus als je bijvoorbeeld hebt gewonnen, dan ben je juist heel enthousiast. Of als je hebt verloren, dan kan je heel ja, teleurgesteld zijn. En dan, jij weet natuurlijk uit ervaring dat je dan in de volgende partij daar een beetje nog aan kan denken en zo. Ja. Zullen we doen dat je per keer mag je één ding noemen? Ja? Want dan kan iedereen even iets gaan zeggen. Wat kies jij? Hersenen. Bij een opening, bijvoorbeeld bij de eerste set, denk je meestal... Alleen als je iets van 13, 14, 15 of lager hebt, dan is dat nog niet heel erg belangrijk. Dus... Ja, misschien dat je die tafel als moeten pakken als voorbeeld, dat ook gekund. Makkelijk, die... Ja, die heeft het al een beetje op zijn hoofd, niet alleen met zijn handen. Oké, okay, nou, dan maken we het even iets met één hand vasthouden. En dat kan echt heel veel schelen. Bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment een rating van 2200. Dat was ook het hoogste wat ik heb gehaald. Maar als ik dan een stelling kreeg die mij lag, dan kon ik 2400 niveau spelen. Maar als ik een stelling had die mij niet lag, kon ik zeg maar 2000 of misschien maar deed ik nog minder goed, zeg maar. Hè. Maar hoor je, er zit dan gewoon zomaar opeens 400 punten verschil. In mij. Dus of je mij de ene keer tegenkomt of de andere keer. Ja, dus dat hebben jullie allemaal ook. En je tegenstander heeft het ook. En met het resultaat. He, dus je moet nog gaan spelen, maar je denkt eigenlijk al aan... Oh, ik hoop dat ik win. Oh, als ik maar niet verlies. Oh, ik ga het niet spelen. Oh, als ik win mag ik naar het Nederlands kampioenschap. Al die dingen. Dat gaat allemaal over resultaat. Als je nog twee anderen hebt... Heb je nog twee kansen om je toch nog best wel goed te voelen? Zo kan je het een beetje zwart-wit vertellen. Ja. En je mag niet vertellen uit tegenstander. Ja, dus je gaat zo meteen een maatje vinden. En waar gaat deze partij dus niet over? Resultaat. Juist, en hij gaat dus niet over resultaat. Dat is gek. Dat is gek. Dus verzint iets voor jezelf. Wil je uitproberen met alleen leren? Wil je uitproberen met alleen plezier? En dat is heel moeilijk hoor, om dat even apart te houden. Maar dan kijk, je kan bijvoorbeeld voor plezier kan je natuurlijk iets heel geks verzinnen. En voor leren, nou, grijp je kans. Als jij nou net een bepaalde opening wilde uitproberen of zo, weet je wel, dit is het moment. Het resultaat doet het niet. Ja? Dus bedenk iets voor jezelf. Dit is wel sterk. Thank you.
wel best wel serieus, hè? Focus. De five focus. Voor het leren spelen en het was best wel interessant om daar tegen te spelen. En Matthijs speelde ook om het leren, dus het was een hele interessante partij met heel veel verschillende dingen die erin zaten. En heb je het idee dat dan, zeg maar, dat je als je nu echt besluit van dit wordt leren, speel je dan anders? Ja, een klein beetje, omdat ik denk van, ik ga niet kijken van, zou dit goed zijn voor mijn stelling? En zou ik, maar ik speel ook wel zetten, want ik denk dat dit wel goed is. Beetje uitproberen. Laat ik kijken wat eruit komt. Ja, iets luchtiger. Ja. 10 punten van hoe jij voelt dat het meestal bij jou verdeeld is. Dus er is geen goed of fout. Vul maar eens even in en dan zet je gewoon naast het resultaat, zet je dan bijvoorbeeld 1 van de 10 punten. Of, hè, in totaal moet het dan 10 punten zijn. Op tijd. Ga dat maar eens voor jezelf na, waar besteed ik mijn tijd aan? Als je niet bewust bent van wat je doet, ja, hoe kun je wat bereiken? Eerst eens even over jezelf nadenken. Wat zijn mijn mogelijkheden? Nou, stel, en als je nou dan uitkomt dat je 20 uur in de week wat doet, dan raad ik aan om dan 70% een schema te doen en 30% gewoon machine gaan stuimen. Dat is een schaakvideo kijken. Of misschien heb je gewoon een keer zin om te voetballen. Doe je dat? Ik heb geleerd dat het heel erg belangrijk is om plezier te maken tijdens het schaken. En dat niet alles over resultaat gaat. Dat je ontspannen moet blijven voordat de partij begint. En dan niks anders moet denken dan de partij en niet aan je tegenstander of rating of de uitslag. En heb je ook nog iets geleerd over hoe je handig kunt trainen? Door veel dingen te herhalen. Herhalen? Maar op dezelfde manier? Nee, ook van wat de andere partij kan spelen in dezelfde stelling. Ja, je wilt eerst kijken wat de tegenstander kan doen? Ja, en nou hebben we net een aantal onderwerpen behandeld. Wat is je het meest bijgebleven? Het is mij het meest bijgebleven dat je altijd rustig moet blijven en goed naar de tegenstanders en mogelijkheden moet kijken. Ja, en een paar tips over hoe je een partij kan analyseren en die kennis kunt bewaren? Zelf op Frits invoeren of je kan ook zelf kijken naar hoe je wat je zelf beter had kunnen doen, zodat je eigen gedachtegang ook... Ja, die kun je samenvatten in een stelling, hè? En wat kun je dan doen met zo'n stelling? Die kan je als een JPEG-bestand opslaan en op Frits invoeren. Wie wil er vertellen wat hij heeft staan? Is iemand die dat wel even wil delen? Je gaat even samen vragen beantwoorden. Je kiest allebei een schaaktechnische vraag en jij vertelt aan haar waarom je dat invult en jij vertelt het aan hem. Welke vraag beantwoorden jullie? 1 en 2. Ja, 1 en 2, ja. Welke opening? Ja, dame Jambiets. En welke vraag beantwoorden jullie? De eerste. Vraag tegenkwam die hij lastig vond. Ja? Ik vond alle vragen wel een beetje lastig. Ja, dat kan ook, kan ik me goed voorstellen. Zeker omdat. Omdat het. Even er niet doorheen praten. Omdat het natuurlijk ook de eerste keer is. En soms zijn het misschien moeilijke woorden. Je kan zo'n lijst ook gebruiken om dat een keer met je trainer door te nemen. En die kan jou dan wel helpen om een vraag duidelijker te maken. Sommige vragen zijn niet van toepassing. Was je zenuwachtig? Nou, als je niet zenuwachtig was, volgende vraag. Hè? Dus niet altijd is alles van toepassing. Soms is het ook een beetje allebei. Hè? Een beetje schaaktechniek en een beetje psychologie. Soms spelen Bobby Fischer, die veranderde in de WK-match tegen Spassky 2-7, veranderde die opeens openingsrepertoire als verrassingswapen. Kijk, bijvoorbeeld zo'n vraag van kun je makkelijk besluiten nemen?
Dan was dit een vluggetje. Maar dat zal tijdens de OEK wel eens een keer door te komen. En misschien zie je dat ik hier dat je ook een rotpartij hebt gehad. En dan kan het best helpen dat je die lijst meeneemt. Dat je toch de hele dag de tijd hebt, want je hebt je partij verknald in een uur. Nou, ga dan die dag eens benutten om deze lijstjes te gebruiken. En ga er dan heel kritisch naar jezelf kijken en ga met een begeleider praten. Want misschien kan die jou dan hele goede tips geven. Kijk, als je dit echt goed doet, dan ben je er 3 uur mee bezig. Hoef je ook niet bij iedere partij te doen. Maar je kan beter 1 partij goed analyseren dan 10 die gaan wat bakken. Raakt hij in paniek? Ja. Wie was er nu in paniek geraakt ergens? Niemand. Ja? Overal. Was je over de hele partij in paniek geraakt? Hoe kwam dat? Ja. Weet, maar weinig tijd. Oké, gaan we even staan allemaal nu. Staan. Je doet je ogen dicht. We draaien 180 graden, dus net naar de andere kant. Met je ogen dicht. Als ik het zeg, doe je ogen open. Doe je ogen open. Doe je ogen dicht. En draai je weer om. Oké. Ja, doe ze dan maar weer open. Nou hebben wij. Ja, blijf maar even staan, dat is wel gezellig. Blijf je even in het moment, zeg maar. Wat heb jij in 1 seconde gezien? Olivier de achterkant. Oké, de achterkant. En kun je er meer over vertellen? Het is blond. Ja, nee, oké, blond. Haar. Blondbruin. Ja? Ik heb een wit t-shirt aan, dat kan ook niet doen. Zijn er weer 4 dingen, hè? Wat heb jij gezien? Een deur die oranje was, met mooie kleurtjes. Je wist al dat het een deur was, hè? Als je nou een baby was, wist je dat niet. Kijk, als jullie een Chinese tekst zien, dan zie je wel iets. Maar daar begrijp je niks van. Want je hebt hem pas voor het eerst gezien en je kent geen Chinees. Jij weet al van een deur, dat is een soort patroon. Hetzelfde als met schaken, heb je ook patronen. Je herkent opeens die dubbele aanval, of je herkent opeens die mat achter de paaltjes. Of je herkent die aftrekkenaanval. En nou, wat ik dus probeer te zeggen hiermee, is dat je dus in 1 seconde, als je geconcentreerd bent, best ontzettend veel informatie kan verwerken. Maar dat je ook wel kennis moet hebben om het te herkennen. Ga maar weer zitten trouwens. Dus ja, is tijd kort. Jouw tegenstander heeft ook weinig tijd. Dat helpt ook, dat te realiseren. En probeer eens een keer op een lockdown niet, maar een andere keer ga je 2 minuten je adem inhouden. Dat is lauw, hè? Die 2 minuten. Dus dat is 5 minuten en 7 tijd. Alles is betrekkelijk. En als je goed concentreert, dan kun je dus ontzettend veel informatie heel snel verwerken. Nou, was je vermoeid? Ja, dat speelt nu natuurlijk niet op zo'n 5 minuten. Maar als dat bijvoorbeeld aan de orde is, tijdens de partij van het OEK, nou, dan zou je kunnen denken, nou, misschien morgen maar altijd naar bed, of misschien niet 3 uur lang voorbereiden en dan nog een lange partij spelen. Misschien kun je dan beter even wat gaan wandelen of zo, of gaan zwemmen of iets relaxed doen. Vaak weten, als je met een ander praat, als je een probleem hebt, wie is er wel eens overmoedig? Wat is overmoedigheid? Ja? Ja, ik denk van, ja, die is keiszak, daar won ik vroeger altijd van of zo, maar als je dan veel te rap speelt en dan maakt een fout en die is waarschijnlijk ook verbeterd in de tijd dat je daar niet tegen speelt, dan gaat je misschien ook verliezen. Ja, dat kan heel gevaarlijk zijn, overmoedigheid. Ja? Ja, tegen van die kleine mannetjes speel ik wel eens. Of van die kleine meisjes, dat is de ergste. Ja, dan vooral als ze echt veel kleiner zijn. Daar heb ik zoiets van, oh, ik kan nu een hele goede set doen, maar ik doe nu gewoon een heel simpel trucje. Maar misschien zien ze het niet, want het is toch een klein mannetje. En wat is de oplossing daarvoor? Want het is niet handig, hè? Dat zegt hij ook, dat kan je mooi in vergissen. Wat is de oplossing? Nou, het is echt, want soms kan het wel helpen als het echt. Als je weet van die kans maken.
Ja. Maar normaal gesproken zou ik zeggen even tegen het bord spelen, tegen de stelling. Ja, taak, aftrekstaak. Moet het zijn. Enige zet. En mat. Kijk, dat bedoel ik dan met die 30% dat je gewoon leuke dingen moet doen. Dingen als van je lijf. Weet je nog dat we het hadden over energiemanagement? Ja, dat is best wel een natuurlijk. Leren. Dus doen we het al iets aan. Dat vind ik heel netjes verdeeld. Want de staat is misschien wel het belangrijkste, maar eigenlijk is het allemaal net zo belangrijk. Oh, je hebt al doelen. Ja. Ja. En nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden krijgen. Oké.